Ik zag laatst een trainer op televisie praten over ingevroren topsporters die na hun potje hockey of na hun rondje hardlopen een ijsvest aantrekken om snel te herstellen. En ik begreep ook dat er tegenwoordig een soort van ijssauna bestaat. Daar wordt een sporter na een wedstrijd een paar minuten in opgesloten. Belangrijk voor het herstel. Cryotherapie heet dat. 3 minuten in min 110 graden. Cristiano Ronaldo schijnt erbij te zweren. In de vrieskou herstellen de haarscheurtjes in het spierweefsel sneller. Althans, dat beweren de geleerden. Ooit een Eskimo met een zweepslag gezien. Ik denk dat het waar is. Geloof ook dat het belangrijk is. Tenminste, als je in sport gelooft. Als je topsport serieus neemt. Sterker nog, als het een levensmissie is. Het uiteindelijke doel in het eenmalige leven hier op aarde is. Dat je voor die gouden medaille op de wereld bent. De gouden medailles in Rio zijn trouwens deels gemaakt van plastic afval. Maar dit terzijde. Maar ik krijg dus verschrikkelijk de slappe lach van de ijsvesten, de ijsemmers en de ijssauna's. En als ik die meiden of die jongens was, zou ik het gewoon gezond weigeren. Gewoon zeggen, doe normaal, idioot. En wie zegt dat ik na lange termijn geen klachten krijg? He, dat een van mijn ballen er niet afgevroren is. Of dat de eileiders van mijn vriendin nooit meer ontdooien. En dat allemaal voor een potje hockey. Doe normaal, man. IJsblokjes fetischist. Dat dacht ik toen ik die trainer op televisie zag kwaken over zijn ijsblokjes. En de hele tafel bij Humberto Tam zat begrijpelijk ja te knikken. Inclusief Humberto zelf. Ik dacht op dat moment maar één ding. Ik ben gek. En ik hoop het nog heel lang te blijven.